Your Excellence, as a member of Amnesty International, I write this letter on behalf of Carlos Alfaro. Meneer de President, ik ben lid van Amnesty International en ik schrijf u deze brief om aandacht te vragen voor Carlos Alfaro. Carlos Alfaro is 11 jaar. Hij werkt op een grote koffieplantage. In Brazilië, waar Carlos woont, is dat heel normaal. De mensen verdienen er zo weinig dat hun kinderen moeten meewerken. Carlos vindt het heel erg dat hij niet naar school kan. Mam, als ik niet naar school ga, dan kan ik niet leren lezen en schrijven. Dan moet ik hier altijd blijven werken voor net zo weinig geld als jullie. En mijn kinderen kunnen dan ook niet naar school. Jongen, ik weet het. Ik vind het ook erg. Maar we kunnen het geld dat jij verdient niet missen. Zondags heeft Carlos vrij. Hij gaat naar Pater Oscar. Pater, kunt u me helpen? Ik kan niet naar school, want ik moet geld verdienen. Maar ik wil zo graag boeken lezen en kranten. Ik wil weten wat er in de wereld gebeurt. En later wil ik een baan die goed verdient, zodat mijn kinderen wel naar school kunnen. Mijn vriend Philippe wil dat ook. Pater Oscar hoeft niet lang na te denken. In een hoekje van de kerk zet hij een bord en een bank neer. Vanaf nu gaan Carlos, Philippe en de andere kinderen van het dorp elke zondag naar hun eigen school. Carlos doet heel goed zijn best. Na een paar jaar kan hij rekenen en kaart lezen. Hij kent de geschiedenis van zijn land. En het allerbelangrijkste, hij kan lezen en schrijven. En nog een paar jaar later besluit Carlos werk te zoeken in de stad. Philippe, we kunnen nu beter werk zoeken. We kunnen nu meer verdienen. Maar Carlos, zeg jij mij maar eens waar we beter werk vinden. In de stad. Daar wonen rijke mensen. Er zijn winkels. Er zijn fabrieken. We kunnen daar vast een baantje vinden. In de stad? Nee, dat is heel ver weg. Veel te ver. Carlos vindt het jammer dat Philippe niet mee wil. Hij moet nu alleen lopen. Na 4 dagen komt hij bij de stad aan. Hij ziet de mooie huizen van de rijken. Maar je ziet ook de krotten van de armen. Zoveel armoede had Carlos niet verwacht in de stad. Wat moet hij beginnen? Hij bouwt een huisje van oude golfplaten. Hij vindt zijn eten tussen het afval van de markt. En hij zoekt een baantje. Overal. Uiteindelijk lukt het hem. Hij wordt krantenverkoper. Nou, het verdient niet veel, maar Carlos is dolgelukkig. Hij kan nu elke dag lezen wat er in zijn land gebeurt. Op een avond leest Carlos een vreselijk bericht. In de nacht van 7 op 8 augustus heeft de politie in het dorpje Duomente Pater Oscar gearresteerd. De pater heeft zich schuldig gemaakt aan opruiende activiteiten. Hij is veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Heel verdrietig loopt hij door de stad. Carlos! Carlos! Hé, Philippe, wat doe jij hier? Hoe is het met je? Hé, wat is er met Pater Oscar gebeurd? Pater Oscar zit in de gevangenis. Hij heeft de mensen van ons dorp geholpen met een brief aan de baas van de plantage. In de brief vragen ze om een hoger loon. De baas verdient immers heel veel geld met de koffiebonen die wij plukken. Maar hij wil geen hoger loon betalen. En hij heeft Pater Oscar nu laten oppakken. Nou, voor zo'n baas wil ik niet meer werken. Kom bij mij wonen. Dan kun je mij helpen met mijn werk. De verkoop van kranten gaat zo goed dat Carlos na een jaar een eigen krantenkiosk heeft. Op een dag dat het erg regent, komt er een meisje naar de kiosk toe. Carlos kent haar wel van gezicht. Ze verkoopt sigaretten op het plein. Hoi, ik heet Maria. Mag ik hier even schuilen? Maria en Carlos worden verliefd op elkaar. En na een jaar trouwen ze. Van hun spaarcenten maken ze een huwelijksreis naar Carlos' dorp, met de bus. Wanneer ze aankomen, staat de hele familie te wachten. Wat ben ik blij dat ik jullie weer zie. Hoe is het met jullie? Dit is Maria, mijn vrouw. Hoe is het met Pater Oscar? Die is vrij. Hij wacht op je. Pater, wat is er gebeurd? Ja, jongen. Ik heb in de gevangenis gezeten. In een donkere cel. Ik zat met boeien vastgeklonken aan de muur. Het was koud. Ik kreeg geen eten. Ik dacht dat ik vergeten was door iedereen. Dat ik dood zou gaan zonder dat iemand het zou merken. Maar toen kwam er een brief. En daarna nog één. En nog één. Binnen een maand kreeg de directeur van de gevangenis
3000 brieven van over de hele wereld. Hij kreeg het er benauwd van. En daarom ben ik nu vrij. Maar wie schreven al die brieven? Leden van Amnesty International. Amnesty komt overal in de wereld op voor mensen die onschuldig gevangen zitten. En ik ben onschuldig. Want je mag vragen om een betere behandeling van de armen van het dorp. Zoals het nu is, kan het toch niet blijven? Als Carlos en Maria teruggaan naar de stad, zien ze allemaal affiches hangen. Maria, kijk, er worden verkiezingen gehouden voor een nieuwe regering. Vrije verkiezingen. Als Carlos goed op de affiche kijkt, ziet hij een kleine lettertje staan: geen oppositiepartijen toegestaan. Hé? Je kunt dus alleen maar op de regeringspartij stemmen. En dan blijft alles hetzelfde. De armen blijven arm, de rijken rijk, de krotten blijven bestaan en de arme kinderen kunnen niet naar school. Carlos en Maria en hun vrienden besluiten tegen de verkiezingen te protesteren. In het diepste geheim, want het is heel gevaarlijk. Carlos maakt een pamflet om mensen op te roepen de verkiezingen te boycotten. Hij geeft de pamfletten aan zijn vrienden en die geven het weer aan hun vrienden en die geven het weer aan hun vrienden. En zo weten een heleboel mensen dat ze niet moeten gaan stemmen. Vlak voor de verkiezingen komen twee militairen de krantenkiosk binnen. De een houdt Carlos onder schot en de ander doorzoekt de zaak. Hij vindt de pamfletten onder een stapeltje kranten. De mannen pakken Carlos vast en smijten hem in de arrestantenwagen. Maria heeft van vrienden gehoord dat Carlos is weggevoerd. Ze denkt aan alles wat Carlos er heeft verteld over pater Oscar. Zou Carlos nu ook? Ze rilt bij de gedachte. Maar pater Oscar is vrijgekomen door duizenden brieven van leden van Amnesty International. Zouden die ook voor Carlos willen schrijven? Your Excellence, as a member of Amnesty International, I write this letter on behalf of Carlos Alfaro. Meneer de president, ik ben lid van Amnesty International en ik schrijf u deze brief om aandacht te vragen voor Carlos Alfaro. Carlos werd enkele maanden geleden in uw land gearresteerd en kreeg 15 jaar gevangenisstraf. Alleen omdat hij pamfletten verspreidde tegen de verkiezingen. Carlos heeft in die pamfletten gezegd wat hij vond. Dat is niet strafbaar. Ik vraag u alles te doen om Carlos Alfaro vrij te krijgen. De president krijgt duizenden brieven. En na een paar jaar gevangenisstraf komt Carlos vrij. De leden van Amnesty International zijn blij. Maar ze blijven doorwerken. Want zolang er mensen onschuldig in de gevangenis zitten, vecht Amnesty terug. Een pen is een machtig wapen.